Yes, yes, lieve luisteraars. Leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Mijn naam is Youssef El Abassi en vandaag zit ik in de studio met de gebroeders Kilic, Yasin en Tansel. Welkom in de studio, heren. Dankjewel voor de uitnodiging, Youssef. Zij zijn de oprichter van Niyata Energie. Dat doen ze samen met hun vader. En sinds kort is het zusje van de gebroeder Kilic ook betrokken bij het bedrijf. Niyata Energie is een van de grootste installateur van duurzame oplossingen in Midden-Nederland. Ze hebben vorig jaar een FD Gazelle Award gewonnen voor snelst groeiende bedrijf in de duurzame energiesector. Ze hebben meer dan 60 man personeel. Het gaat supergoed met ze. Duurzame energie is een hot topic. We hebben het ook hard nodig. Dus ik ben super benieuwd. Blijf vooral luisteren als je wil weten hoe dit succesverhaal is ontstaan. En waar de gebroeders Kilic naartoe willen groeien. Yes! Welkom in de studio, heren. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel, Youssef. Thanks voor je uitnodiging. Ja, graag gedaan. Het is even een andere setting met z'n drieën. Normaal zitten we met z'n tweeën in de studio. Klopt, ja. Dat had je verteld. Dus ik moet even wat vaker van links naar rechts. Ja. Maar dat is helemaal in orde. Hoe is het met jullie? Ja, goed. We zijn gewoon volop aan het werk. En dit is gewoon voor het eerst voor ons, hè. Een podcast komen, dus voor ons een beetje alles nieuw. Ja. Maar ik denk dat het een leuk gesprek gaat worden. Ik weet zeker dat het een leuk gesprek gaat worden, want als ik zo naar jullie verhaal kijk, redelijk uniek verhaal, hè? Duurzame energie, jonge mensen. Ja. Dus ik voel me vereerd dat ik dat verhaal hier zo mag toelichten samen met jullie. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, om het zomaar te zeggen. Ik begin altijd met de eerste vraag. Ja. We gaan helemaal terug naar het niets-moment. Ja. Wat wilden jullie worden toen jullie nog klein waren? Beginnen bij jou, Yasin. Ja, als ik over mezelf heb. Ik wilde vroeger altijd profvoetballer worden. Mm-hmm. Net als heel veel jongeren. Maar goed, dat is er bij mij nooit van gekomen. Zo goed was ik niet. Maar dat was wel een van de dromen die ik vroeger had, op jonge leeftijd. Ja. Ja. En hoe ver ben je uiteindelijk gekomen met het voetballen? De selectie van de lokale club, dat was het hoogtepunt, zeg maar. En lokaal is? VVI, voetbalvereniging IJsselstein. Dat is ook, IJsselstein. Dat is ook waar wij niet geboren zijn, maar wel getogen. Mm-hmm. Dus voor eigen profvoetballer. Ja. Ja. En jij, Tansel, wat wilde jij worden toen je jong was? Kijk, zoals hij ook aangeeft, als je jong bent, dan... Je bent trouwens nog steeds jong, hè, maar ik heb het echt over de hele kleine Tansel. Profvoetballer natuurlijk. Maar ik zie, als je profvoetballer bent, dan neem je ook een bepaalde voorbeeld aan. Of een idool waar je op wil lijken, zeg maar. Ja. Ja, daar hebben wij wel jongs af aan. Ik tevens juist dan ook wel onze vader. Daar heb ik wel heel veel... van meegekregen en dan denk ik van, ik wil echt net als mijn vader worden. Ja, klopt. Ja, want je zegt, je vader was het voorbeeld voor jullie. Ja. Was hij ook voetballer, toevallig? Of dat dan weer niet? Nou, hij heeft wel heel beter lang voetballen dan ons. Ja, hij kon beter voetballen dan ons, ja, dat is waar. Okay. Ja, maar ook de way of living, de manier van leven, ook zijn manier van denken, dat is gewoon iets wat ons heel erg is bijgebleven. En ook iets wat wij destijds al op jonge leeftijd al ambieerden. Dus wij keken wel echt op, nog steeds overigens, naar onze vader. Nou, shout-out naar je vader. Ja, zeker. Je geeft aan zijn manier van denken, vonden wij inspirerend. Kun je eens een voorbeeld noemen van... Wat in zijn periode... hij is natuurlijk de zoon van een gastarbeider. Ja. Die jarenlang geleden is onze opa naar Nederland gekomen... En als gastarbeider gewerkt, heel veel baantjes gedaan die heel veel andere mensen misschien niet wilden doen. Ja. En mijn vader heeft destijds, los van het werken, heeft hij ook daarnaast ook gestudeerd. En wat hij in al die jaren heeft meegekregen, omdat hij een van de weinige gestudeerde mensen is van zijn generatie, met zijn universitaire achtergrond, zag je echt dat hij wat wilde terugdoen aan de maatschappij, maar ook aan zijn achterban. Je moet je voorstellen, wij komen uit Gaanderen. Dat is in de buurt van Doetinchem. Best wel een klein dorp. Wel met heel veel gastarbeiders. Die dan toch ergens een persoon nodig hadden. Die wel de Nederlandse taal begreep. Om bijvoorbeeld de brieven van de gemeente te lezen. Juist. En die giving back to the community. Wat terug doen voor je gemeenschap. Maar ook wat betekenen voor de medemens. Mm. Ja, dat is ons altijd al bijgebleven. Zeker. En dat is ook iets wat wij nu nog steeds tot de dag van vandaag ook zelf ook doen. Maar ook dat we soms het gevoel hadden van waarom komen ze altijd bij onze vader. Weet je wel? Ja, wij hadden nooit daar een bepaald idee van. Maar pas toen we laat ouder werden dachten we van mijn vader heeft toch wel... Ja, klopt. Bepaalde kennis in huis. En dat gaf ons wel een bepaalde beeld van hoe hij gepositioneerd is daar. Ja, klopt. Dus je ziet op een gegeven moment die mooie voorbeelden van hoe je vader handelde.
giving back. Je ziet dat hij daarmee impact heeft. Ja. Ja. Dat inspireert jullie. Ja. Tegelijkertijd valt de droom in dichtglas waren om profvoetballer te worden. Ja, ja. Hoe oud ben je op het moment dat die droom zeg maar elkaar spat als het ware? Ik denk dat het voor mij geldt in de D'tjes en in de C'tjes. Nou, dan, volgens mij ben je dan een jaar of 12, 13, 14. Ja, misschien iets ouder. Ja. Want dat waren ook echt de momenten dat als er toch echt jongens waren die doorbraken, die werden dan al uitgepikt door talenten scouts vanuit de voetbalclub. Maar dat is bij ons heeft dat nooit plaatsgevonden. Nee, klopt. Nou, dan valt die droom uiteen. Wat zijn jullie op een gegeven moment na dat moment gaan doen? Nou, Tansel en ik, die zijn altijd al wel ondernemend geweest. Ja, vertel. Van jongs af aan al. Dus als je het hebt over onze jongere leeftijd. Nou, in de eerste klas kochten wij, destijds had je nog van die oma fietsen, zo noemden we dat. Nou, die kochten wij op Marktplaats. En dan spoten we hem letterlijk in een andere kleur. Mm-hmm. En dan zetten we hem zelf weer op Marktplaats en verkochten we hem weer. Ja, toen wisten we dat de scholen open gingen, hè? Ja, precies. Van de middelbare school. En toen, jullie verkochten de fietsen voordat het schoolseizoen begon? Ja. Na de zomervakantie, toen zagen we dat er komen nieuwe leerlingen. Ja. En dat ging best wel rap. In de zomervakantie kwamen we eigenlijk op het idee tijdens Koninginnedag. Ja. Ja, dat was het, ons moment van het jaar waar we echt naar uitkeken. Mm-hmm. En we gingen zelfs bij buren langs van, hey, hebben jullie wat oude spullen? Kunnen wij het verkopen? Wat wij dan kunnen verkopen waar jullie van af willen. En hoe oud zijn jullie dan op dat moment? Nou, dat was wel echt jonger. Ja. Weet je, 5 uur in de nacht opstaan voor de beste plek met je dekentje. Ja. Dat waren wij, man. Ja. In de kou. Ja. Handschoenen aan, muts op. Klopt. Ja, dat is wel. Dat was ook leuk als je bijvoorbeeld bij de buren had aangeklopt en toen zagen ze ons lopen. Zeiden ze: hey, ga je het weer doen? Ja, oké, ik geef je nog een paar spullen mee. Ja. En dan, dat was echt in de leeftijd 7, 8 jaar of zo. Waren daar dan al? Ja, we waren echt vroeg erbij. Ja, we waren echt vroeg erbij. Dat was echt. Ja, we vonden het ook leuk, hè? Klopt. En we waren ook heel enthousiast. We konden bijvoorbeeld de dag daarvoor gewoon niet slapen of zo. Ja, klopt. Want dan zei ik tegen mijn moeder van, heb je nog andere dingen? Ja, ik heb niks meer in huis. Weet je wel, dus we gingen wel allemaal dingen bij elkaar rapen. Klopt. En toen zei Jaas van, ja, maar dit heeft geen waarde. Dit kan je niet verkopen, weet je wel. Maar we probeerden elke keer wel iets bij elkaar te rapen waar we wisten van, dit heeft waarde en dit kunnen verkopen. Klopt. Ja. En in de wat latere jaren, in middelbare schoolperiodes, toen waren wij echt hitzone. Dat had je vroeger. Had je CD's. Dus Moest alles was via Spotify. En vroeger had je hitzone. Mm-hmm. Had je de toplijsten van Nederland. Hitzone 20, hitzone 10. Ja. En wij mocht natuurlijk niet. Maar wij deden dat wel. Wij brandden dan de CD's. Ja. En die verkochten wij vanuit onze kluisjes op school. Aan allerlei andere medestudenten. Ja, We gingen zelfs zover dat we ook een eigen lijst gingen samenstellen. De kilietjelijst. Ja. En die verkochten wij dan ook door. Maar dat was toen echt, op onze school was dat wel echt, of in onze omgeving, in IJsselstein, dat is dus waar we vandaan komen, was dat wel iets wat iedereen wilde, zeg maar. Ja, ik ben nog wel even benieuwd naar, je zegt op Koningsdag, hè, Tansel, waren jullie actief en waren jullie de producten aan het verzamelen bij de buren. Ja. Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk ook het element, het verkopen van het product. Ja. Ik ben nog even benieuwd. Ja. Buiten het opzoeken van die mooie plek. Ja. Wat deden jullie nog meer om succesvol te zijn op die dag? Weet je? Dat je kleed heel snel leeg zou zijn. Ja, kijk, onze rolverdeling. Dat is eigenlijk gek nu dat zeg. Want dat besef ik nu pas. Onze rolverdeling in de taken van Tansel en Nick. Ook hedendaags. Ja. Dat was eigenlijk hetzelfde als hoe we dat destijds deden. Tansel die is echt degene die het heel goed kan verkopen. Dat is echt zijn pakje aan. Mm-hmm. Daar bemoei ik me ook niet mee. En ik was meer van, oké, wat is het waard? En kunnen wij dit meer verkopen dan elders dan, nog kijken of wat ze precies. Ja, ja, ja. Dan voor hoeveel we het hebben ingekocht. Ja. En Tansel was. Dus jij was de financiële man en Tansel de commerciële man. Ja, het is wel leuk om nu erbij te stilstaan. Ja, zo grappig nooit bij stilgestaan eigenlijk. Ja, zoals je aangeeft, bij ons was het meer. In eerste instantie zit het enthousiasme. Hè? Mm-hmm. We, voor dingen die eigenlijk geen waarde hadden, gaven wij heel veel waarde aan door ons enthousiasme. Klopt. Ja. Weet je wel? En dat gaf gewoon een soort van aantrekkingskracht of zo. Ja. En toen weet je wat, ik gun het je. Ik vind je een topgozer. Ja. Ja. Wat kost het dan? En dan zagen wij, 5 gulden. Weet je wat, ik geef je 6 gulden. Ja. Puur om hoe je presenteert. Dus dat was meer onze manier van verkopen. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo. Ja. Nu het als je een klant hebt, probeer daar dan ook nog iets bij te verkopen. Ja. Ja. Koopt een klant een fiets, nou kijk of je een fietspomp ernaast hebt.
die hij ook misschien nodig heeft. Waren jullie toen al bewust van die bijverkoop? Ja, niet op de leeftijd van 7 en 8. Maar dit hebben we denk ik gedaan tot onze 12e of de 13e. Was dat onze jaarlijkse... Ik vond het nog leuker dan mijn eigen verjaardag, laat ik het zo zeggen. Ja. Je eigen verjaardag kost alleen maar geld. Ja. En het leuke was dat onze ouders het ook weten. En dat mijn vader voor je zegt, hey, heb je al voorbereid? Wat heb je? Ja, morgen komen ze dan. Jongens, weet je wel. Dus het was een soort van een dingetje of zo. Het was een hele happening. Ja, een hele happening. Ja, dat vonden wij gewoon superleuk om te doen. Ja, klopt. Het heeft ons ook wel gevormd, hoor. Hoe wij met mensen omgaan. En, Je leert er heel veel van. Je leert echt superveel van. Ja. En dat is ook wel iets wat sowieso belangrijk is. Kijk, op zo'n markt, als je daar zelf gaat verkopen, dan leer je ook een gedeelte financiën. Wat je heel vaak op scholen bijvoorbeeld niet ontvangt. En dan leren ze je rekenen 1 plus 1 is 2. Maar goed, het echte verkoop en echte financiën, je inkoop. En oké, hoeveel ga ik ervoor kopen? Wat is dan mijn winst? Nou, zo diep ga je natuurlijk niet op die leeftijd. Maar je houdt aan het einde van de dag, houden wij wel wat over. En wat wij dan deden, toen kochten wij dus met onze laatste Koningsdag dat we echt stonden. Toen gingen wij die Hitzone CD's starten en die oma fietsen meekopen. Ja, klopt. Ja. Dus dat was ons begin eigenlijk. Klopt. Ja. En dat was dus inderdaad het geld wat jullie daarmee verdienden, gebruikten jullie eigenlijk voor het volgende bedrijf. Ja, niet alles. Next step, niet alles, weet je. Ja. Snoepjes en dingetjes, dat ken er ook goed in. Wat is Pokémon kaarten, flippo's. Van alles. Maar je hoort al dat ondernemerschap er heel vroeg in zat bij jullie. Ja. Klopt. Dat hoor je ook vaker bij gasten die hier zitten, dat met Koningsdag eigenlijk al een beetje zichtbaar werd, weet je. Dat de kleedjes van die mensen als eerste leeg waren. Ja, inderdaad, vroeg, zeker. Enthousiast. Jullie konden niet goed slapen. Ik kwam goed uit. Want jullie is toch vroeg op. Ja, daarom. Dat hoor je vaker inderdaad. Ja. En als je kleedje leeg is en de markt duurt nog voort. Het is pas begin van de middag. Ja, kijken wat we anders van een ander kleedje kunnen kopen en verkopen. Ik kan me nog herinneren dat wij nog een kleedje twee paar tapijtjes verder, zeg maar kleedjes, zagen we al dat iemand paraplu had. En toen zagen we dat het regende en dan ging het bij hem kopen en ging die paraplu verkopen, precies. Weet je wel. Slim, En dat soort dingen, weet je. Leuk. Dat is gewoon leuk. Ja, slim ingespeeld op wat er aan ging komen. Nou, mooi dat jullie dat op die leeftijd al aan het doen waren. Op een gegeven moment geef je aan, Hitzone, van die cd's inderdaad, verkopen. Klopt. Ik neem aan veel goedkoper dan de originele Hitzone CD's. Veel goedkoper. Dus het element prijs is 1. Maar wat was nog meer buiten het enthousiasme en de prijs misschien belangrijk, waardoor al die studenten bij jullie terechtkwamen, niet ergens anders een gebrande CD gingen kopen? Ja, ik denk dat het ook te maken had met de omgeving. Kijk, ik en Tansel, wij zijn van jongs af aan. Tansel die is 2 jaar ouder als ik. Mm-hmm. Maar wij zijn met alles zijn we samen. We hebben ook alles samen gedaan. En onze vriendengroepen zijn van dezelfde vriendengroep. Dus los van het broers zijn we ook vrienden. Dus wij hadden zelf al best wel een grote kring in ons dorp of in ons stadje. En dat zorgde er ook voor. Als iedereen, want dat was echt een hype destijds, Hitzone. Wij zagen gewoon dat heel veel mensen dat wilden. Maar die wilden niet, volgens mij was het nog gulden tijd, die wilden niet zoveel geld uitgeven voor een cd. Ja, dan kwamen wij op de poppen met zelf geprinte hoesjes met dezelfde inlijsting van de Hitzone zelf. Ja, met paint. Ja, met paint, klopt. Dan zaten wij wat knutselen. Ja. Nee, maar dat is wat je ook aangeeft. Kijk, in die periode had je ook niet, dat noem je nu een brander. Hè? Dan ging je CD's branden. Ja, klopt. Nu zeg ik, wat CD's branden? Maar dan gingen we CD's branden. In die tijd had je niet echt een CD-brander. Nee, klopt. Daar kwam mijn vader van mee. En daarmee zijn we eigenlijk gaan starten. Maar we hebben het ook zo gedaan. We wisten bij de Hitzone die je dan werd verkocht. Er zijn een aantal liedjes die niet toepasbaar waren voor onze doelgroep. Ja. Dus wat deden we dan? Wij gingen gewoon mensen af. Wat wil jij op jouw cd? Ja, precies. En dat brandde toen op de cd. Waardoor het meer toegankelijk was. Ja, dat en werd onze eigen, aan de doelgroep. Eigen Hitzone. Ja. Kijk, daar hoor je ook een belangrijk element. Dus je hebt 1, het stukje prijs. 2, het enthousiasme. Maar ook, wat wil de afnemer, dus jullie hebben geluisterd naar de wensen van de klant. Misschien zonder dat jullie het door hadden. Was dat wel een belangrijk onderdeel van het succes? Dat ging gewoon natuurlijk. Het was echt niet zo, oké, we gaan nu nadenken wat de klant wil. Nee, dat ging gewoon natuurlijk. Ja, dat is organisch of zo. Klopt. Leuk. Klopt. Nou, neem ons mee. Jullie zitten op een gegeven moment op de middelbare school. Lopen helemaal binnen met het verkoop van dit soort cd's. Hoe ging dat verder? Hoe ging de ontwikkeling verder? Nou, als ik vanuit mij kijk.
dat is ook wel goed om aan te geven. Wij zaten op de basisschool, ook in IJsselstein. Ik had ook een best wel prima CITO-score. Waar heel veel studenten bijvoorbeeld HAVO of VWO of tweetalig naartoe gingen. Werd ik als eerste gepositioneerd op de VMBO. Nou, daar ging senior niet mee akkoord. Senior is overigens hoe onze vader noemen op kantoor. Dus vandaar dat dat een beetje ingebakken zit. Maar uiteindelijk heb ik mijn HAVO-diploma gehaald. Vervolgens ben ik na de HBO, HVA in Amsterdam heb ik gestudeerd, bedrijfskunde. Mm-hmm. En na mijn bedrijfskunde heb ik ook een master gedaan aan de Universiteit van Leiden. Ja. Master of Public Administrations. Mm-hmm. Voornamelijk gericht op de publieke sector. Mm-hmm. Eigenlijk de gehele reeks aan informatie en bagage. Nou, dat is iets wat ik op de hedendaagse dag nog steeds elke dag toepas. Ja. Dus dat is even in een notendop hoe mijn studentenperiode voorbij vloog. Ja, leuk. En is er tijdens de studentenperiode ook nog een moment geweest, of zijn er momenten geweest waarin jullie actief zijn gaan ondernemen op, laat ik het zeggen, tussen haakjes, officiële manier, dat je echt de KVK-inschrijving had, of misschien nog andere dingen die jullie hebben gedaan die later wel succesvol bleken? Zeker. Zeg maar onderweg naar het grote succes in de energie? Wij hebben samen hiervoor hebben wij ook een andere concept gehad, genaamd Lounge Point. Lounge wat? Lounge Point. Point, oké. Ja, en dat was eigenlijk een platform waarin heel veel lounges in Nederland, cocktailbars en noem het maar op, zich konden aanmelden om vindbaar te zijn. Eigenlijk hetzelfde concept wat TripAdvisor nu heeft, Booking.com, maar dan voor hotels. Thuisbezorgd voor lounges. Yes, ja, thuisbezorgd voor lounges. En dan kon je exact zien, dit en dit kan ik daar verwachten. Is het bijvoorbeeld rolstoelvriendelijk en noem het maar op. En voor de lounge-eigenaren, want dat was uiteindelijk onze doelgroep. Ja. Want zij, vanuit hen ontvingen wij de financiële middelen. Ja. Die konden dan bij ons een pakket afnemen met 1. Alleen een plaatsing of een certificering noemden wij dat van LoungePoint. Want we lieten niet iedereen toe. Ja. Dat was een beetje onze soort van, we maken het, het concept was niet iedereen kan zich aanmelden. Die plekken waar zeg maar een liquidatie is geweest. Die konden niet aannemen. Nee. Maar het was zoals Jasser aangeeft, wij zagen heel snel in dat ze niet zo sterk waren in marketing. Ja. Dat is een kans voor jullie, toch? Precies. En website was er niet, et cetera. En toen hebben wij ervoor gezorgd dat wij een dashboard hebben ontwikkeld voor de eigenaren om een micropage te creëren. Ja. En had je een paar pakketten. Dan kon je zeggen, bijvoorbeeld pakket 1 is dat je gewoon weet ik veel, foto's van je plek kan noteren. Je ziet de openingstijden, et cetera. Maar pakket 2 is dat wij een van onze collega's laten komen om foto's te maken van je ruimte voor professionele foto's. Ja. Juist. En de derde was dat wij onze blogger kwamen met die een blog ging schrijven in jouw ruimte. Over hoe lekker je cocktails zijn. Of, exactly, ja. Precies. Ja. Voor de SEO. Daar zagen wij echt de markt in. En we waren niet een officieel keurmerk. Nee. Maar we lieten het wel zodanig zien dat je onze keurmerk nodig had. En het was een gat in de markt. En het was een gat in de markt. En dat was echt booming. Dat was we hadden echt elk weekend gingen we al langs. Hoe oud waren jullie op dat moment? Jullie hiermee bezig waren? Volgens mij 19, 20, 21. Ja, 20, 21, zoiets. Ja, heel jong dus. Ja, en toen was, in die periode was ook echt het lounge. Het was echt een hype. Begon echt paddenstoelen uit de grond te komen. Klopt. En daar hebben wij echt wel in ingespeeld. En we hadden ook een aantal dingen, behoeftes die de doelgroep nodig had of de klant. Zoals we wilden weten of je met een petje kon. Of zouden we weten of de vrouw vriendelijk was. Of er bepaalde smaken waren. Of et cetera. En daar kon je dan heel snel filteren op onze website. Klopt. Dat hielp echt heel veel. Ja. Ja. Klopt. Dus het was enerzijds voor de eindconsument, voor de klanten die de lounges inkwamen of de cafés inkwamen, was het interessant omdat zij dan wisten, hey, wat kan ik verwachten? Ja. Het idee is ook daaruit ontstaan. Ja. Wij zaten een keer samen in de auto, dachten, oké, waar gaan we vandaag naartoe? Waarom is er niet zo'n platform? Ja. En aan de andere kant ontzorgden wij ook de lounge-eigenaar of de cocktailbar-eigenaar van hoe ziet mijn social media pagina eruit? Want dat is ook een onderdeel wat we deden. Ja. Wij namen ook de gehele branding en de socials alles uit handen. Ja. En, flyers en noem het maar. Ja, we zijn zo ver gegaan dat we ook
een paar maanden hebben geprobeerd om artiesten te boeken. Die kon boeken via onze website. De artiesten die bij ons waren aangemeld. Ja. He, dus je had een DJ Hupplepup. En hadden wij dan op hun dashboard van deze kan je op deze datum boeken voor minder bedrag, zeg maar. En dat soort dingen. We gingen elke keer naar vernieuwingen kijken. Hoe kunnen we het verbreden? Uiteindelijk het doel was van echte certificering. Precies. Een echte certificering? Ja, dus echte certificering is wat je ook al merkt in die tijd, dat ook wel lounges werden gesloten. Doordat er niet, dat er bijvoorbeeld brandveiligheid niet goed werd gecheckt, et cetera. Klopt. En wij wouden die communicatie tussen de eigenaren, de lounge-eigenaren, met de gemeente meer dichter bij elkaar laten komen. Ja. Nou, laat ons dan de spil zijn. Precies, wij wisten van beide partijen hoe we daarmee om moesten gaan. En hun hadden dan een certificering. Oké, die plek is gewoon goed. Daar kunnen we gewoon zo'n sticker, zo'n keurmerk op de voorkant van... En dat was wel in eerste instantie ons doel. We hebben ook nog contact gehad met gemeentes. Gemeentes, maar ook met voedsel- en warenautoriteit. Ja. Om daar echt een speciale certificering van te maken. Om die niveau van kwaliteit, van hygiëne en dergelijke omhoog te krikken. Ja. En zichtbaar te maken. En zichtbaar te maken, voor de consument. Juist. Ja. Nou, uiteindelijk is dat niet gelukt, die officiële keurmerk. Maar als ik nu, als wij nu in Amsterdam of in Utrecht weet ik veel waar rijden, dan zien we nog steeds onze stickers. Dan zien onze stickers nog steeds. Nog steeds op de gegeven onofficiële sticker. Zie je nog een sticker daar nog steeds. Sommige zijn gesloten. Klopt, man. Wel goede sticker, maar het blijft wel zitten. Ja, besef, dat is al 10 jaar plus geleden. Ik zei geïnvesteerd. Nee, maar dat soort dingen. We deden ook heel veel marketing. Hè? Ja, als er een nieuwe update was, dat ze, we zagen bijvoorbeeld hun beeldschermen. Heel vaak in de lounge heb je beeldschermen. Ja. Maar die werd niet gewoon op de juiste manier gebruikt, waar je ook eventueel wat verdienst uit kon halen. Ja. Nou, toen hebben wij ervoor gezorgd dat wij partners hadden gevonden waar hun via hun eigen dashboard konden adverteren op die beeldschermen. Dat was ook gewoon een mooi pluspunt voor de eindklant. En de eindklant was altijd de lounge-eigenaar. Dus wij keken altijd vanuit hun perspectief. Ja. Ze gingen echt meedenken en... Ja, dat soort dingen, joh. Ook bijvoorbeeld dat luister eigenlijk naar zich. Hoe zorg je ervoor dat klanten bij ons binnenkomen? Nou, dat wij bijvoorbeeld een concept, noem je iBeacon. Ik weet niet of daar waarvan gehoord. iBeacon is een soort van box. Die kan je ergens in de lounge zetten. En die kan dan je telefoon oppakken. En dan kan je kortingen, acties sturen, of et cetera. Je gooit een signaal op. En dan geeft een signaal op. En dat ging als tieren leren. Dat ging echt super innovatief. En die klanten zeiden, waarom wist ik hier nooit vanaf? Ik zei, Ik kan niet alles weten. Maar die mensen zijn ook vaak bezig met de fysieke lounge, het fysieke restaurant, de fysieke horeca, uitstraling, gelegenheid. Et cetera, En dan ben je gewoon, daar ben je ook veel minder bezig met marketing, social media, dat soort creatieve oplossingen. Jullie hebben daar gewoon heel slim op ingespeeld. Ook artiesten die er kwamen, dan kreeg die, als iemand voorbij liep, kreeg die een melding. Ja, daarom is een club, maar in die club was die artiest bijvoorbeeld niet. Precies. En dan ging hij toch naar hem toe bijvoorbeeld. Toen zei hij stop man, laat het doorgaan. Dat zie je ook bij thuisbezorgd. Hè? In het begin had je heel veel restaurants die zoiets hadden van, ze pakken best een groot percentage, ik doe het liever zelf. Ja. Maar op een gegeven moment zie je dat het platform alles zo goed regelt voor wat betreft marketing en alles uit handen neemt. Klopt. Ja. Met zelfs het leveren van bezorgers met een thuisbezorgtas, dat die restaurants die toen niet zo enthousiast waren, nu dat wel doen, omdat ze zien dat zo'n tussenpartij echt ontzorgd en zij kunnen focussen op het maken van die noodles of pizza. Wat wij destijds ook echt bewust hebben gedaan, is dat wij specifiek bepaalde lounges en cocktailbars hebben uitgekozen, wat wij dan konden gebruiken als referentie naar de wat mindere of kleinere of onbekendere lounges en cocktailbars. En wat ook criteria. Je moet dit hebben, je moet dat hebben, je moet zo hebben. Terwijl ons keurmerk niet officieel is. Ja. Maar we hadden wel een soort van vibe gecreëerd om het merk heen. En als er dan bijvoorbeeld een nieuwe lounge werd opgestart, zei hij meteen van, ik kom over 3 maanden met een lounge. Ik wil je bij je aanmelden. Ik zei, wacht even. Precies. Dat gaat niet zo snel. Nee. Je moet dan dit en dit voldoen. Doen. Ja. Dit klinkt als een super, super goed idee. Is het ook geweest? Ja, zeker. Alleen, jullie zijn er nu niet meer mee bezig. Is het een kwestie van timing geweest? Wat heeft ervoor gezorgd dat jullie er nu niet meer mee bezig zijn? Ik denk dat we op een weef zaten. Allebei jong. Ja. Allebei gingen we samen ook naar cocktailbars en lounges. Noem het maar op. Dat was echt een fase in ons leven wat ons zelf was een booming, hè? Heel veel mensen die naar lounges gingen. Klopt. En op een gegeven moment word je zelf wat volwassener. En dan ben je zelf niet meer te vinden in bepaalde plekken. En op een gegeven moment is dat eigenlijk gewoon verwaterd. Klopt. En we zagen natuurlijk ook in dat, het is hoe het is. Lounges werden ook steeds meer gesloten. Precies. Dus
Het was niet meer zo'n markt als waar wij in zaten. Wij zaten gewoon net in de juiste tijd zijn we erin gesprongen. Waardoor wij in die periode best wel veel hebben kunnen opereren. Ja. Maar daarna ging het gewoon verwateren. En dat zie je nu ook wel terug. Ja. Het is niet meer zo interessant als toen wij ermee... Er is ook geen andere partij geweest die dat heeft doorgezet of op een andere manier zelf heeft opgezet. Nee. Volgens mij bestaat onze website nog wel, maar het is... Ik denk niet meer hoor, die is offline gehaald. Okay, er is geen activiteit. Nee. Jij moet dat weten als financiële man, anders had je die hostingkosten voorbij zien komen. Die hostingkosten, die is afgesloten hoor. Maar ja, we hebben een leuke tijd gehad. Okay, want we kwamen gewoon naar ieder lounge. Voor ons was het ook echt plezier, man. Het voelde ook echt alsof het was gewoon een uitje. Ja, ja. Wij hadden met onze vrienden, die dan niets te maken hadden met het concept. Mm-hmm. Daar hadden we, we gaan een lounge tour doen. Zo noemden we dat. Ja. Dan gingen we 3, 4, 5. Ja. Even testen. Ja, even testen. Leuk, want de eigenaar wist dat we kwamen. Ja. En toen gaf hij gewoon een hele tafel vol met drinken. Ja. En gebakjes. Wij kwamen ook echt heel serieus met een aktentas die gewoon leeg was eigenlijk. Maar we kwamen wel met een aktentas. Om toch wat serieus en professioneel over te komen. Maar we wisten wel wat we moesten zeggen. De argumenten lagen daar. Hoor. Ja, tuurlijk, we zagen heel veel kansen. En we zagen waar we hun konden versterken. Klopt. En dat zorgde voor heel snel voor dat ze met ons in zee wilden gaan. Maar wat veel interessanter was. Voordat we waren gestart met deze hele concept. En het hele dashboard creëren, et cetera. Hebben we wel alvast gewerfd. Ja. Dus we zijn alle lounges afgegaan. En hebben we gewoon eigenlijk op de laptop laten zien waar we mee zullen starten. Ja. En wat het doel ervan is. Dus we hadden al een bepaalde klantenkring. Ja. En toen hebben we gezegd, zodra het klaar is, krijgen jullie mail en kunnen jullie daarna keuze maken of we met onze zee gaan. Ja, ja, dat ging heel snel. Dus jullie hebben eerst marktonderzoek gedaan. Ja. Eerst kijken of er vraag naar was. Jullie hebben zelfs klanten binnengehaald voordat jullie zijn begonnen. Ja. Ja. Is dat ook iets wat jullie adviseren aan mensen die luisteren? Ja, voor ons in die tijd was dat wel een verstandige keuze. Ja. Want zo hebben wij ook een deel kunnen voorfinancieren via de betaling die we hebben ontvangen van onze klanten. Want sommige daarvan, daar begonnen we al mee met bijvoorbeeld het beheren van hun social media. Ja. En met de verdiensten daarvan konden wij ook onze eigen website laten bouwen. Ja. En de hele SEO erachter opzetten. Ja, dus precies. Voor ons was het ook een stukje voorfinanciering. En belangrijk daarin is denk ik ook geweest. Wij waren er ook heel transparant in richting de klanten. Ja. Van hey, we gaan het nog opzetten. We willen graag jullie ontzorgen op het gebied van social media. Ja. En hetgeen wat we daaruit verdienen, zullen wij ook weer gebruiken om ons platform te versterken. Ja, en wilden ze elke keer op de hoogte. Hè? Ja, niet dat we nou pas naar FIFA, maar echt om de zoveel weken zetten. We zijn hiermee bezig. Ja. Dit is hoe het er nu uitziet. Hij zat ook input, hè? Dat was ook interessant. Klopt. Ze gaven ook feedback van, misschien is dit interessant. En daarmee gingen we ook weer inspelen en toepassen en et cetera. Dus het heeft best wel veel geholpen. Leuk. Dus jullie waren de Rob Geus van de lounge. Ja, maar jullie kwamen binnen met het koffertje. Ja. Ja. Die heeft de officiële economie, denk ik. Ja. Maar bij ons was het gewoon meer... Op een gegeven moment halen jullie daar veel plezier uit. En gaat het supergoed. Op een gegeven moment besluiten jullie om ermee te stoppen. Ja. En dan ben je een jaar of 21 denk ik als je daarmee stopt. Ja, vertel, hoe gaat het leven verder? Wat zijn jullie gaan doen op een gegeven moment? Vervolgens is het eigenlijk... mijn vader, senior, die was in 2006 al voor zichzelf begonnen. En hij heeft daarvoor jarenlang gewerkt bij de gemeente, bij allerlei overheidsinstanties. En hij zat voornamelijk in de vastgoedontwikkeling. Mm-hmm. En in 2006 is hij voor zichzelf begonnen met het naam, organisatienaam of bedrijfsnaam, Niata Buildings. Was gewoon een eenmanszaak. Daarin deed hij voornamelijk advisering. Dus hij was niet een uitvoerende partij. Advisering van? Advisering van totaal bouwconcept. Ja. Dus gemeenten die kwamen bij hem. Hij bijvoorbeeld even voor je als voorbeeld heeft hij bij de brandweerkazerne heeft hij gebouwd. En allerlei overheidsgebouwen heeft hij gebouwd. Maar ook heel veel moskeeën in Nederland. Ja. Leuk. En hij fungeerde daar puur als projectontwikkelaar. Ja. Oh, okay. Dus hij zocht de aannemer. Hij bracht de mensen bij elkaar. Ja. Om de sociale, om het gehele bouwproces tot een succes te leiden. En zo is een van ze, wat mij is bijgebleven en waar wij ook enorm trots op zijn, is bijvoorbeeld de Westermoskee in Amsterdam. Ja. Een hele grote moskee, wat mm-hmm. ook heel lang stil heeft gelegen. Ja. Met allerlei issues intern. En eigenlijk daarna heeft senior het project tot zich genomen. En heeft het eigenlijk binnen 2 jaar heeft hij het gerealiseerd. Wauw. Maar hij was in al zijn bouwprojecten was hij altijd al bezig met verduurzaming. Ja.
En verduurzaming van, nou, ja, toen destijds had je bijvoorbeeld warmte-koude opslagsystemen. Is niet een moeilijk uitvoerbaar duurzaamheidstechnologie, maar het is, je kan het niet op iedere woning toepassen. Ja. En duurzaamheid werd steeds meer een hot topic. Ja. En Tansel en ik, die, nou, los van onze Loungepoint avonturen, waren wij van jongs af aan ook al betrokken bij al de activiteiten die ons vader deed. Ja. Ik deed van jongs af aan al de boekhouding. Mm-hmm. En Tansel die zorgde ervoor dat de website het op een top uitzag. Ja. En op den duur dachten wij, nou goed, dat verduurzamen van gebouwen, natuurlijk ook in een gesprek met senior, misschien is zonnepanelen wel wat. Ja. Of een andere duurzaamheidstechnologie wat we kunnen toepassen. Ja, ja. En op den duur, nou, hebben we gedacht, weet je wat, we gaan dat gewoon proberen. Ja. En Tansel en ik zijn eigenlijk, vader deed dus voornamelijk advisering. En Tansel en ik die wilden ons focussen op het uitvoeren. En wij zijn toen eigenlijk de nieuwbouwwijken in, rondom Utrecht. Zijn we op afgestapt met een samen of zelf in elkaar geflutseld naambordje. Om bij klanten, potentiële klanten aan te bellen. En ons verhaal te doen voor zonnepanelen. Nou, nu ga ik wel van hak naar mag ik je nog één keer even onderbreken? Ja. Want je geeft aan, we op een gegeven moment zag Tansel Lake de kans om iets met die duurzame energievoorziening te doen. Ja. En specifiek geef je aan zonnepanelen. Maar welke marktkans zag je? Welke ontwikkeling maakten jullie mee? Waardoor jullie dachten van dit is het. Dit is de toekomst. Ja. We gaan het bedrijf nu omturnen naar dit. Ja, wat was het? Meer, wij hebben niet zoveel feeling van de duurzame energie. In die eerste instantie. Het was meer dat onze vader zei van hier zit iets. Precies. Ja. Omdat hij natuurlijk al met die koude opslagenergie zo mee bezig was. Ja. Het was nog wel een soort van, in die tijd een visionair. Ja, hij zei van, zeker. De duurzame energie, er gaat, die zonnepanelen gaat ook iets een hot topic zijn. Welk jaar was dat? Sorry dat ik je onderbreek. Ja, misschien zelfs veel eerder, man. Toen wij 18, 19, 20 waren, voordat hij überhaupt zijn eigen bedrijf had opgezet. Ja, hij was daarvoor altijd wel daarmee bezig. Het besparen van een bebouwde omgeving, zeg maar. En wij zeiden wel altijd tegen mijn vader, ja, maar kan je dat wel verkopen? Ja. Hij zegt, ja, dat kan je echt verkopen, dat is super interessant en bla bla. Ja. En toen ging hij zelf een beetje op onderzoek uit. Wetende dat het nog niet echt een animo nou was, maar gingen wij wel gewoon het proberen. Ja, precies. Als ondernemer het doen. En onze handen begonnen weer te jeuken. We moesten weer iets doen. Jullie waren net gestopt met het iets doen. Het platform bestond niet meer. Ja. Je geeft net aan, Yasin, jullie gingen met een pitch op pad. Ja, ja. Letterlijk. Vertel, wat zeiden jullie tijdens die pitch en wie was jullie eerste klant? Wij hadden nog geen eens producten. Ja. Alleen, ja, want het idee was om dus zonnepaneel oplossingen te verkopen. Juist, te verkopen en te installeren bij de klant. En installeren. Ja. En wij hadden alleen een idee. En net wat Tansel zegt, wij zijn echte doeners. En op een gegeven moment dachten we, weet je wat we doen? We maken een mooie brochure, uh-huh. Een mooie naambordje. Dat we als we op het moment dat we aanbellen bij de klant, dat je dan toch professioneel overkomt. Ja. En zo zijn we eigenlijk gestart. En onze eerste klant, dat weet ik heel goed, dat was een vrouw uit de Meren in de buurt van Utrecht. Uh-huh. En vanaf dat moment begon het ook echt te rollen. Ja. Maar wacht even, de eerste klant, dat is altijd de moeilijkste om binnen te halen. Klopt. Of misschien wel de tweede, derde, maar in ieder geval die eerste paar klanten. Klopt. Wat was de reden waarom die eerste mevrouw of de tweede klant toen bij jullie aangesloten is, zonder dat jullie een fysiek bestaand product hadden? Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Met Loungepoint, dat we ook gewoon eigenlijk nog geen product hadden. En, maar zoals Yasin ook aangeeft, de reden was dat de klant al een beetje had ingelezen. Ja. Ze had al een beetje een beeld van de duurzame energie. Was een early adapter. Early adapter, zeg maar. Ja. En daar hebben wij, zijn we gegund. Ja, daarop letterlijk. Ja. Dat is het stukje geluk wat je ook een beetje moet hebben. Maar ook een beetje afdwingen. Want ja, natuurlijk. Je zoekt die mevrouw wel juist, op. Voordat wij mevrouw, als zij dit toevallig ziet, top. Maar voordat wij daar kwamen, bij huis nummer 200, hadden wij daarvoor wel 199 huizen afgewandeld. Ja. Soms zelfs in de kou en regen en noem het maar op. Waar we allemaal eigenlijk neeverkopen hadden. En de doorzetting die heeft er uiteindelijk toe geleid. Ook geluk. Dat we de hele dag eentje hebben kunnen binnenhalen. Ja, klopt. En dat is het mooie moment. Hè? Dat is het moment waar veel luisteraars... We waren heel erg blij. Veel luisteraars ook veel aan hebben. Hè? Dus je bent inderdaad, je hoort 199 keer nee. Ja. Ondertussen
krijg je ook allemaal feedback. Ja. En dan ga je beseffen van wat moeten we anders doen, wat moeten we anders zeggen om wel die ja te krijgen. Juist. Wat hebben jullie toen anders gedaan? Want je gaf het, net al een beetje aan van vooronderzoek, et cetera. Maar wat was het geheime recept waardoor jullie wat wij in al die gesprekken daarvoor waren 199 huizen als voor, maar niet iedereen dat open. Laten we zeggen dat de helft open deed en we hadden echt het gesprek. Ja. Dat was voor ons de voeding. Voor ons sales pitch. Ja. Oké, welke vraag stelt de klant eigenlijk? Ja. Oh, ze vragen de garantietermijn. Ja. Oké, nou, dan gingen wij terug naar huis. Ja. Gingen we op onderzoek uit, achter de laptop. Oké, welke panelen zijn er en hoeveel garantie bieden ze? Op een gegeven moment hadden wij een kant-en-klaar en een passend antwoord richting de klant. Ja. Ja. Dat de klant misschien niet eens een vraag hoefde te stellen. Nee. En niet meer twijfelt. En niet meer twijfelt, ja. En je komt ook veel serieuzer, maar ze nemen je betrouwbaarder kom je er ook over. Specialisten. Juist, precies. En ik denk dat dat wel onze kracht is geweest door eerst wel 199 huizen af te gaan. Heel goed. En vervolgens een mooi voorstel te doen aan ik ben de naam ook kwijt, maar aan mijn vrouw. En dan heb je dus die eerste klant of de eerste groep klanten, maar je hebt nog geen fysiek product, want je bent niet de fabrikant als je net begint. Nee. Hoe gaat dat? Er waren destijds niet zoveel als nu, maar er waren destijds ook groothandels actief, waar je wel zonnepanelen en onderconstructies kon inkopen. Ja. Wij hadden al daarin onderzoek gedaan. Nou, welke panelen zijn er? Want je moet natuurlijk ook, als je een aanbod doet, moet je de inkoop weten en kijken wat voor marge ervoor voor overhoudt. Dat was niet eens nog heel erg de uitdaging. Nee, producten, daar konden we aan komen. Maar wij hebben ook de belofte gedaan aan de klant. En als wij een belofte doen, dan doen wij er alles voor om die belofte ook waar te maken. Mm-hmm. Al maken we verlies. Ja. Dus wij gaan echt ver daarin. En want dat hebben we ook gedaan bij deze klant. Uiteindelijk hebben wij een andere... Ja, wij waren maar met z'n tweeën. Hebben wij een installatiepartij in de regio gevonden, die de zonnepanelen wilde installeren. Maar dat was eigenlijk veel te hoog gegrepen voor het aanbod wat wij aan de klant hebben gegeven. Ja. En wij namen ons verlies, maar wel met een belangrijk punt. En dat was dat wij aan de installateur hebben gevraagd, kun je ons dit ook leren? Wij willen weten hoe je dit doet. Juist. Dus wij hadden wel een verlies gedraaid, onderaan de streep. Maar wij hadden daarvoor terug ook heel veel kennis van de installatievlak. Ja. Ontvangen van die desbetreffende installateur. En dat hebben wij vervolgens ook ingezet in latere klussen. Want Tansel en ik hebben in de beginperiode zelf ook geïnstalleerd. Maar waarom zou die installateur zijn kennis met jullie delen dan? Omdat destijds was het niet een hot topic. Nee. Weet je, voor hem was het, doe ik er wel even een keertje bij. Ja. Maar als jullie krijgen dit erbij omdat jullie iets bij mij hebben gekocht. Ja, dat zou ik ook even uitleggen. Het was ook niet dat hij met ons in een dag vrij heeft gemaakt om de hele installatie uit te leggen. Nee, dat is niet het geval. Wij gingen mee naar de klus. Wij vroegen wel veel. Ja, wij bleven kijken. Opvallend veel. Ja, te veel. Eigenlijk was de vraag, mogen we ook mee? Ja. Dus jullie hebben daar gewoon lopen kijken hoe hij het doet natuurlijk. Ja, mogen wij ook mee. Even kijken hoe hij het doet. En de eerste aantal installaties die wij daarna zelf hebben gedaan, hebben wij vervolgens hem niet ingehuurd. Maar, of voor de installatie, maar wel hem ingehuurd voor controle. Mm-hmm. Dat hij onze installaties kan controleren. Hebben alle boutjes, moertjes goed aangesloten. Klopt alles. Ja. Terwijl wij zelf eigenlijk geen technische achtergrond hebben. Maar je moet ook niet vergeten, elektro, dat deden we niet. Precies. Ze hebben onze vader gevraagd. Ja, precies. Daar komen we zo op. Dus dat dakgedeelte, dat hadden wij op een gegeven moment onder de knie. Ja. Mm-hmm. En senior, die is zelf technisch geschoold, technisch ingenieur. En hij deed dan het binnenwerk. Ja. Dus het aansluiten op de meterkast. Dat was weer zijn pakje aan. En zo hadden wij... Dat was heel goed. En dat was de klant, daar waren de klanten super tevreden mee. Klopt. Omdat onze vader heel sociaal is. Wat de klant vroeg, deed hij gewoon. Ondanks dat het best wel veel tijd kostte. Als je nu zegt, is het gewoon meer werk. Maar in die tijd deed hij het gewoon. En deed hij misschien wel in de avonden nog doorpakken. Maar dat zorgde wel voor die betrouwbaarheid bij de klanten. Ja. En in die straat werden wij gewoon steeds meer bekender en bekender. Ja. En dat terwijl eigenlijk senior. Weet je, hij heeft meer een adviseurende rol. Ja. En omdat hij zag dat wij zo gedreven waren hierin. En hier dit echt tot een succes wilden maken. Omdat we er tot de dag van vandaag nog heel erg in geloven. Ja. Dat we nog in de beginfase zitten van de energietransitie. Had hij zoiets. Weet je, ik heb de kennis. Ik ga dat binnenwerk wel installeren. Leuk. En zo hebben wij het eigenlijk. Dat was ons begin. Heel mooi. En als je nu bekijkt, dat is echt... Wij staan soms is het ook goed om stil te staan. Ja. En dit is weer zo'n moment waarin ik denk van, hé man. Wij zijn wel van...
van niets ver gekomen. Ja, van niets gekomen. Het is echt een verhaal, een van niets naar iets verhaal inderdaad. En wat ik ook hoor is dat jullie een eerste sacrifice hebben gedaan. Dat is namelijk het verlies maken op de eerste klant. 100%. En dat is iets wat je vaak hoort bij ondernemers, weet je wel. Van, om klanten te werven, stel je bent personal trainer, zorg ik ervoor dat ik de eerste 3-4 klanten een maand lang gratis train. Ja. Wat gebeurt er als je dat doet? Als die mensen tevreden zijn, dan gaan ze het wel doorvertellen. Ja, precies. En bij jullie was dus het geval dat die mensen tevreden waren. Ja. De combinatie met je vader. Juist. Kijk, en dat ging goed. In een beginsituatie, of in het begin van iedere onderneming, is mond-tot-mond reclame is gewoon key. Essentieel, ja. Ja, dat is echt essentieel. Kijk, op het moment dat je wat grotere volumes hebt gedraaid, dan kun je ook jouw eerdere projecten of jouw eerdere werkzaamheden als referenties gebruiken. Ja. Maar je moet eerst die referenties opbouwen. Zeker. En dat hebben wij toen ook gedaan. Nou, die had weer een kennis en die was weer tevreden. Die buurman wilt ook. En op een gegeven moment werd die energietransitie, dat is nu helemaal hot topic. Ja. Maar dat was wel onze eerste ervaring met installeren. Het is niet dat wij continu werk hadden, hoor. Nee. Het was gewoon af en toe. Ja, als je nu bekijkt, dit is zo druk. Klopt. Projecten komen gewoon ieder moment. Maar in die periode was het bijna een hobby of zo. Ja. Maar we zagen wel in dat er iets was, zeg maar. Ja. Er komt de markt aan. Klopt. Ja. En op een gegeven moment dachten we van, oké, weet je, wij hebben hetgeen onder de knie. En we raakten ook steeds meer in de markt. Dus we zagen steeds meer. In het begin konden we maar één installateur met moeite vinden die een zonnepaneel kon installeren. Maar het was er ook niet, hè? Het was er ook niet, of niet heel veel. Maar op een gegeven moment wisten wij ze wel te vinden, omdat we steeds dieper in die markt gingen. Ja. En die markt ontwikkelt zich verder. Heel snel. Precies. En op den duur dachten we, nou goed, weet je, we gaan de deur verkopen, dat is prima. Want dat deden wij ook nog onszelf. En toen hebben wij gedacht, nou weet je wat we proberen? We gaan proberen om een aanbesteding mee te doen. Dus niet via Tendernet en allerlei andere officiële websites, maar wel via bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, die ook in de startblokken zaten van de verduurzaming. En die hebben wij toen gewonnen. Ja. Dus dat was ook echt, we hadden een track record van misschien, als je het allemaal bij elkaar optelt, 50 woningen of zo. Klopt. En wij hadden vervolgens ook, na die 50 woningen, hadden wij een aanbesteding gewonnen. Wel niet in de regio. Nee. Was echt in, waar was het? Roosendaal, die hoek. Ja. Mm-hmm. Dus echt vanuit Utrecht was dat een uur, bijna anderhalf uur rijden. Nou, toen hadden wij dus al die projecten. Mm-hmm. Maar we moesten ook personen vinden. Was dat allemaal tegelijkertijd? Ja. Dat we, niet allemaal tegelijkertijd. Dus van het moment van zelf installeren tot aan hetgeen van de aanbesteding winnen is denk ik 2 jaar. Ja, zoiets. Ja. Zit 2 jaar tussen. Maar je hebt het net over een belangrijk onderdeel gehad. Dat was namelijk het winnen van die aanbesteding van het nieuwbouwproject van de woningcorporatie. Ja, dat is natuurlijk een mooie stap, want dan ga je een soort van transitie maken van kleinschalig naar middelgroot. Juist. Maar hoe hebben jullie die aanbesteding gewonnen? Dat is iets waar onze luisteraars van kunnen leren. Nou, wat wij eigenlijk hebben gedaan is verschillende woningbouwcorporaties contact. Gewoon de telefoon opgepakt en opgezocht. Nou, we hebben vroeger in onze jongere jaren ook wel eens bij een callcenter gewerkt als bijbaantje. Ja. Dus het financieel of het praatje en salespraatje, dat zat er bij ons wel in. Ja. En we wisten waar we het over hadden. Ja. En je moet je voorstellen dat wij dan als 23-jarigen waren we dan bij een woningcorporaties op, bij verschillende overigens, kwamen wij dan. Dan zaten ze ook te denken, 23-jarig, 2 gasten, wat oké. Okay. Ja, maar wij hadden ook wel een sterk achterban, hè? Precies. Onze vader kwam ook mee en heeft heel veel elektrotechnische kennis. Ja. Precies. Dus hij kon die mensen gewoon plat praten. Ja. Laten we daarop houden. Als hij een technische vraag stelde, dan kwam hij met de juiste argumenten aan. En dat maakte ons wel sterk, hoor. Dus zijn aanwezigheid heeft er wel voor gezorgd. En senior, die was natuurlijk al in de adviseringsrol. Met zijn eigen onderneming. Ja. Of tenminste met Niata Building. Ja. Hij deed al die adviezen. En dus hij wist ook op welke manier hij zo'n gesprek of een aanbesteding of noem maar. Ja. Hij heeft het al vaak gedaan. Dus precies. Hij was daar al idee op voorbereid. Kwam, het idee kwam ook van hem. Ja. Van, je moet de aanbesteding doen. Dus precies. Wat zijn jullie mee bezig in de regen en dit en dat? Jullie moeten next level. Ja. Maar het is goed dat jullie de eerste stap wel op die manier hebben gedaan. Ja. Want dat is natuurlijk het eerste moment waarop je iets opzet. En daar leer je ook het meeste van. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment, heel veel geleerd. Ja, op een gegeven moment doen jullie die aanbesteding. Ja. Jullie winnen de aanbesteding. Ja. Ja. Groot project. Ja. Ja. Wat was de belangrijkste reden waarom die woningbouwcorporatie voor jullie gekozen heeft? Omdat zij geloofden in onze manier van werken. Ja. En dat is? Kwaliteit. Afspraken nakomen. Juist. En kwaliteit, maar ook niet alleen afspraken nakomen in momenten dat je het gaat installeren, maar ook de kwaliteit van de installaties. En hadden jullie een referentie?
Waarop zij konden terugvallen, of was het puur het enthousiasme? Nee, ja, onze referenties waren de residentiële woningen die wij zelf hadden geïnstalleerd. Ja, maar in die tijd ook. Ja, er waren niet zoveel partijen die zonnepanelen installeerden. Klopt. Dus als er dan iemand bij aanklopte, dan kon... Het is voor hen ook zo van gissen. Hè? Ze konden niet de juiste vraag stellen om te weten of die woning nou goed wordt uitgevoerd of niet. Ja. Ze hebben dus voor ons was het meer van, wij doen het gewoon. We pakken de hoorn en we bellen gewoon en kijken wat eruit komt. Ja. Ja, en toen zijn we gewoon op gesprek gekomen en dan hebben we onze geheim wapen nog meegenomen. Ja, senior. Heel goed. Ja. Ja. Zo is het uitgelopen. Ja, er was geen enkel moment dat die mensen twijfelden, omdat letterlijk alle vragen die gesteld werden, die werden beantwoord of door jullie of door de technische man. Maar precies. Het was ook niet dat we na het eerste gesprek doorheen waren. Dat heeft wel echt, we hebben wel een aantal gesprekken met elkaar gevoerd. Ja. Om, kijk, vanuit ons kant ook. Wij moeten ook een betrouwbaar gevoel krijgen. Ja. Want op basis van de gunning gaan wij ook actie ondernemen. En als wij nu al beginnen met actie ondernemen zonder een gunning, dat wil je ook niet. Dus eerst bouw je een vertrouwensband of een relatie op. Eerst bouw je eigenlijk een relatie op. Ja. En op basis daarvan, eigenlijk na 5-6 gesprekken, was het van oké, jullie ontvangen de opdracht. Ja, maar dat stukje ook, het opdrachtgever, opdrachtnemer, dat hebben we ook nog niet meegemaakt. Wel met directe klanten, maar in die periode waren we geen onderaannemer, onderaannemer van de onderaannemer. Ja. Ja. Dus daar zit nog iemand tussen. Contractueel heb je natuurlijk allemaal dingen die je vast moet leggen. Ja. Dat is ook allemaal nieuw voor jullie dan. Zeker. Klopt. Dus we hebben in die periode heel veel geleerd. Veel gevallen, maar ook weer opgestaan. Wetende wat wel kan, weten wat niet kan. En daar hebben wij echt heel veel input bij gehad om het bedrijf te laten groeien. Klopt. Een belangrijk onderdeel van het financieren van grote projecten, ook voor luisteraars die zoiets hebben van ik wil wel iets starten, maar ik heb geld nodig. Ja. Tenminste, een belangrijk onderdeel van zoiets is het financieren van zoiets. Ja, ik moet het goed zeggen. Klopt. Hoe zijn jullie toen de tijd aan de financiering gekomen? Wij hebben een voorfinanciering gevraagd. Ja. Voorfinanciering van de onderconstructie of een voorfinanciering van de materialen of van de panelen. Ja. Nou, je moet je voorstellen als wij 300 woningen gaan installeren, even fictief als dat de afspraak is. En wij ontvangen een voorfinanciering 300 woningen, 10 panelen, is 3000 panelen wat we aan voorfinanciering ontvangen. Ja. Maar goed, die voorfinanciering gedeeltelijk kochten wij dan vervolgens direct in om de projecten te laten doorlopen, want er zit een doorlooptijd van een jaar. Ja. En een gedeelte, dan ontvangen wij die. Ja, eigenlijk hebben we dat zo gedaan. Ja. We ervan voorfinancieren. Beetje slim met budget omgaan, verdelen over lopende klanten en klanten die in de toekomst uitgevoerd moeten worden. Klopt. Leuk. Nou, dan merk je dus, je geeft nu aan van dat was dan het moment dat we een beetje omgingen turnen van beginnend bedrijf naar middelgroot bedrijf. Klopt. Op een gegeven moment, ik zei het in de introductie al, jullie hebben op een gegeven moment 60 plus man personeel. Maar wat was het belangrijkste moment dat jullie zeg maar, van die eerste grote aanbesteding gingen naar het moment dat projecten binnen bleven komen en je daar niet heel veel voor hoefde te doen? Er was bij ons wel echt een periode. Maar die periode is wel echt belangrijk. Dat is het concept wat Niyata nu heeft. Waarin wij met heel veel ZZP'ers aan het werk waren. En op een gegeven moment hadden we volgens mij 80 ZZP'ers in dienst of als onderaannemer die dan de installaties voor ons uitvoeren. Ja, gewoon op afstand. Ja. Precies. En niks ten nadele richting ZZP'ers, maar het paste niet helemaal in onze visie en in onze ambitie. En eigenlijk in 2014 was het, 2015, hebben wij het moment gehad dat we dachten van oké, we hebben een andere koers. Of de huidige koers past niet in onze ambities. We gaan dat omgooien. En onze doelstelling is altijd al geweest. Kijk, het is echt een familiebedrijf. En wij hebben toen eigenlijk de keuze genomen om afscheid te nemen van de 80 ZZP'ers. Dus was voor ons echt een cruciaal moment. Het kon ook verkeerd aflopen, maar we hebben dat risico toch genomen. Ja, er zijn ook heel veel mensen gekomen, mensen gegaan. Als je 80 zegt, lijkt wel heel veel, maar er zijn in de periode heel veel mensen gekomen, heel veel mensen gegaan. Ze zagen de markt groeien, ze zijn ergens anders gaan kijken, ze kregen iets meer, et cetera. Ja. Dus wat Jason ook aangeeft, in die periode hebben wij ook ingezien dat we eigenlijk geen kernteam kunnen creëren als we moeten bouwen op ZZP'ers. Ja. Die verloop is gewoon groot. De keuze was voor ons om deze woningbouwproject af te ronden en daarna weer van scratch te gaan beginnen. Ja. En daardoor, ze zeggen wel dat bij ondernemers als ene deur dicht gaat, gaan de andere deur open. Hè? Klopt. Dat is bij ons ook ontstaan. Want toen wij hebben gezegd van oké, we gaan stoppen. We gaan het afronden en stoppen met de ZZP'ers waarmee we werken. Hebben wij een aanbod gekregen via een gemeente of wij mensen willen opleiden. Ja.
Kijk. En vanuit dat mensen willen opleiden is eigenlijk is ook weer spontaan gegaan. En toen hebben wij gezegd, ja prima, we hebben de kennis in huis, mede door senior. Ja. Maar dan moeten wij wel een locatie hebben. Maar we hebben wel gezegd, we kunnen het doen, maar we hadden nog geen locatie. Ja. Maar dat was wel het begin. Precies. Van de groei van waar we nu staan. Ja, ja, want dat die mensen erop. Die je opleidt, mocht je die dan ook in dienst nemen? Ja. Kijk, en dat, dus er werd een locatie voor jullie geregeld? Jullie die locatie hebben wij zelf geregeld. Tenminste, jullie kregen dan de mogelijkheid om mensen op te leiden. Ja, en dan had je in die periode 100% baangarantie. Ja. Die konden wij bieden. Ja. Hè? Maar het is wel dat een soort van... We wisten nog niet dat wij een concept hadden in die periode. We dachten van, oké, we gaan mensen opleiden. Pas goed bij ons. We zijn maatschappelijk betrokken. Precies. Ook wederzijds vanuit mijn vaderskant, vanuit senior. En toen hebben we eigenlijk in die instantie hebben wij een beetje ingezien van, hé, wacht eens even, we leiden nu mensen op, laten wij gewoon een academie starten. Ja. En toen zijn we met NIAT Academie begonnen. Maar wel belangrijk om te vermelden, dat waren vooral mensen, later is dat natuurlijk veranderd, maar dat waren vooral mensen die een afstand hadden tot de arbeidsmarkt. En statushouders. Ja. Ja. Dus of statushouders waren, of die langdurig in de WW zaten, of allerlei achtergronden hadden die gewoon een afstand hadden. Ja. Die hebben wij eigenlijk opgeleid tot elektromonteur of montagemonteur in de zonnepanelen. Wauw. Ja. Veel sociale impact. Ja, en dat is nog steeds zo hoor. En in die periode, dan moest je bepaalde certificaten halen. Noem je VCA, veiligheidscertificaat. Ja. Nou, als je statushouders hebt, ze hebben niet echt een taal. Hè? Ja. Dus het is gewoon heel moeilijk voor hen om te leren. Ja. Maar ze hebben wel vakjargon, noemen wij dat. Dat is ook een taal, vakjargon. Ja. Nou, dat probeerden wij hun te leren. En we trainden hun dan gewoon om die VCA te halen. Na drie keer examen te hebben gedaan, wisten wij hoe het werkte. Want ze hebben nooit met een tablet gewerkt. Ja. Ze weten nu hoe ze met een pennetje op een tablet moeten klikken. Ja, dat zijn allemaal dingen die ze moesten leren. Ja. Maar we hebben in die periode 5 mensen de VCA laten halen. Ja. Dat was in die periode best wel... Ja, dat was wauw. Vooral voor de gemeente, hè? Ja, en toen dat gebeurde, gingen alle gemeenten bij ons aankloppen. Hey, willen jullie bij ons ook de mensen opleiden? Ze zeiden, hey, wacht eens, Jansen. Klopt. We hebben hier een concept te pakken, man. Ja. Hier moeten we iets mee doen. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En eigenlijk de personen die wij destijds hebben opgeleid in onze eerste opleidingstrajecten... Sommige daarvan zijn nu ook echt steunpilaren binnen NIATA. Ja, dat is mooi om te zien. Ja, zij zijn echt onmisbare collega's op dit moment. Ja, mooi om te zien dat die loyaliteit er is. Dat ze zoiets hebben van, hey, jullie hebben mij geholpen, dus ik blijf. Ondanks dat die markt nu heel dynamisch is en extreem hard groeit. Klopt, klopt. Dus dat is hartstikke mooi. En dat is ook wat ons onderscheidt op de markt. Wij zijn echt een pure familiebedrijf. Ja. En onze normen en waarden die wij vanuit huis uit hebben gekregen, maar ook die in de maatschappij gelden. Wij vinden het gewoon belangrijk dat je hoort heel vaak in allerlei podcasts, maar ook in allerlei boeken of in speeches, in presentaties, hoe loyaal is een werknemer richting het bedrijf? Nou, wij kijken dat anders. Wij kijken naar hoe loyaal zijn wij als organisatie richting onze collega. Op het moment dat hij een fout begaat, of op het moment dat het even iets minder gaat met hem of haar, ondersteunen we hem dan? Of laten we hem dan vallen? En wij merken nu dat juist de manier van werken, wat wij hebben, en de manier van communiceren, dat juist ervoor zorgt dat wij eigenlijk echt als een familie zijn. Ja. Hoe mooi is het dat een collega in alle openheid zijn privézaken met ons wil delen. Dat is ook een drempel, hè? Om dat überhaupt te doen. En hoe mooi is het dat wij hem dan daarbij ook kunnen ondersteunen. We kunnen niet alles. Ja. Maar we doen wel het meeste Dat is wel ontstaan, vanuit de NIAT Academie. Hè? Juist. Want in die periode hebben we heel veel geduld gehad. Echt heel veel. Want die jongens konden het werk niet. Dus wij moesten elke keer meelopen. En daar heeft wel 2-3 jaar geduurd voordat ze echt het werk konden doen. Ja. Je moet dat maar kunnen. En daar hebben we heel veel tijd in gestoken. Maar in die periode merkten we al heel snel dat die mensen bepaalde bagage hebben. Oh. Hoe zorg je ervoor dat zij minder stress hebben en kunnen ontzorgen? Nou, met hun in gesprek gaan en kijken wat voor hen kunnen betekenen. En dat is nu eigenlijk meegelopen in dit hele organisatie waar we in zitten. Dus als er een collega komt, iemand in serie bijvoorbeeld, die kent de taal niet. Die moet een kinderdagverblijf regelen voor zijn gezin. En hebben we niet hoe? Nou, dan nemen wij contact op met de kinderdagverblijf. En dan is er bijvoorbeeld een tolk. Ja. En dan regelen we dat bijvoorbeeld. Weet je, dat soort dingen. Fijn. En ja, die smel in hun gezicht,
dat maakt alles mooi. Dat is mooi. Dat dus is het is, ja, het zijn niet echt werknemers, maar het is een soort één grote familie waar iedereen elkaar ondersteunt. Ja. Ja. En dan zul je ook zien dat de resultaten vanzelf komen en dat mensen echt ergens voor gaan en iets niet zien als werk, maar puur als familie. Wij zeggen ook nooit dat dit ons bedrijf is. Nee, het is gewoon hun bedrijf, zeggen we altijd. Dit is jullie bedrijf. Ja. Wij staan, wij leiden gewoon een beetje en we sturen aan. Ja. Maar het is jullie bedrijf. En dat zien ze ook. Ze zijn heel betrokken in het bedrijf. Ja. En dat zorgt voor de werknemers, als ik het even zo mag noemen, zijn eigenlijk partners bij jullie en niet een nummertje die ergens iets moet uitvoeren. Wij zeggen mens bedrijf. Heel goed. Dat willen we ook. Leuk. Als we groeien ook zo aanhouden, heel veel bedrijven veranderen dan. Leuk. Maar dat cultuur die wij in ons bedrijf hebben, die willen we nog steeds behouden. Het directe communicatie, transparantie, luisterend oor zijn. En zo hebben wij het ook bij onze collega van HR. Weet je? Die heeft ook echt de cultuur meegekregen. Ja. En ja, die krijgt ook heel vaak cases waar ze van, dit zou ik never nooit bij een ander bedrijf kunnen krijgen. Dat komt puur omdat ze heel open zijn en durven te vragen. Leuk. En dat zorgt ervoor dat de mensen op een plek zitten. En dat is wat we willen. Ja. Ze moeten op een plek zitten. Ze moeten niet verplicht voelen om te werken. Precies. Daarom dat privé en werk, dat kan je niet gescheiden houden. Nee. Daar zijn we ook nooit de voorstander van geweest. Klopt. Wij vinden, je zit bij de 60-70% op werk. Dus hoe kun jij je privé gescheiden houden? Ja. Dat kan helemaal niet. Ja. Jij moet juist een luisterend oor zijn. Ja, je moet gewoon een goede combinatie hebben van werk en privé. Dat hoort bij elkaar. Zeker. Precies. Dus ideale balans creëren door het gewoon een soort van geheel van te maken. Precies. En wat bij ons ook belangrijk is los van het werk. Op het moment dat een van onze collega's een carrière maakt en noem het maar op, die krijgt een andere functie, dan vinden wij ook dat er ook een impact moet zijn, een positieve impact moet zijn op zijn privéleven. Ja. Daar moet hij of zij ook stappen in zetten. In groeien. En als je dat in balans houdt, die twee elementen, en werk en privé, dan heb je altijd een tevreden collega of family member, hoe wij dat als jij bijvoorbeeld, ik geef bijvoorbeeld mensen bepaalde bagage hebben of zelfs dakloos zijn en die over 3-4 jaar een huis heeft. Weet je wat voor voldoening je dat geeft als bedrijf? Ja. Ja, dan, en andersom ook natuurlijk. Ja, zeker. En die smuil op zijn blik, dat maakt gewoon alles goed, weet je wel. Ja. En wat nu mooi is om te zien binnen de organisatie, we zijn nu met 50, 60 aan collega's, is dat de collega's, de huidige collega's, dezelfde filosofie, dezelfde werkwijze, dezelfde toenadering of dezelfde communicatie ook overgeven naar de nieuwe mensen. De nieuwe mensen. Ja, het is een echte cultuur. Het is echt een cultuur binnen de organisatie. Ja. En leuk. Dat geeft kracht. En dat is ook een van de redenen. Ja. Kijk, de markt waarin wij zitten en overigens ook in iedere markt momenteel wordt geschreeuwd om technisch personeel. Wij hebben niet echt te kampen met technisch personeel. Ja, dat hoor je vaker bij bedrijven die op die manier zeg maar de... Juist. Administratie insteken. Ja. Klopt. Ik kan me ook goed voorstellen waarom jullie nu hard aan het groeien zijn als ik het zo hoor. Klopt. We hebben het even in het vorige gesprek kort gehad over het nieuwe pand. Jullie zijn inmiddels verhuisd naar een veel groter pand. Zeker. Ja, zeker. Correct. Dus dat is hartstikke mooi. Wat is jullie doelstelling voor de korte termijn, binnen nu in 5 jaar? Waar willen jullie naartoe groeien? Wij zijn nu een van de grootste installatiebedrijven in de duurzame energie voor residentiële woningen in Midden-Nederland. Ja. En wij willen kenbaar zijn. Wij willen kenbaar zijn in de markt met als een kwalitatieve installatiebedrijf voor de gehele duurzaamheidsoplossing. Ja. Dat is ook iets wat allround. Ja, dat is ook hoe wij onze collega's op dit moment trainen. Het zijn geen zonnepanelenmonteurs. Nee. Zij zijn duurzaamheidsmonteurs. Ja. Want onze zonnepanelenmonteur kan ook een laadpaal installeren. Ja. Kan ook een warmtepomp installeren. Ja. En zo verder willen wij gaan. Om onze klanten een totaal oplossing. Het gaat niet meer om de zonnepanelen. Hè? Die integratie. De integratie van alle producten. De combinatie van. Dat zorgt voor hè, nul op de meter woningen. Of zelfvoorzienend. Ja. Ja, je kan niet verwachten dat alleen maar een zonnepanelenmonteur dat kan doen. Daarom moet je ze allround maken. Leuk. En dat is wat wij doen. En we hechten ook heel veel waarde aan opleidingen. Klopt. Dus onze jongens die bieden wij ook gewoon een opleiding elders. Hè, bij onze partners. Klopt. Stel een laadpaal of een warmtepomp, dan zeggen we prima, wij willen die laadpaal voor jullie installeren. Maar dan moet je wel even een training of een cursus geven voor onze jongens. Precies. En dat zorgt ervoor dat ze ook weer meer kennis meekrijgen. Dus jullie willen groeien naar een jaar ter energie en dan de veel bredere oplossing aanbieden bij de consumenten en bedrijven. Ja. Ja. Dat is iets wat jullie 100% zeker gaat lukken als ik jullie zo hoor. Ja. Dat komt sowieso goed. En zo aan het eind van de podcast komen we altijd tot een laatste vraag. Ja. Die vraag die luidt eigenlijk als volgt. Welk advies zou jullie mee willen geven aan onze luisteraars? Ja.
luisteraars die nu bijvoorbeeld aan het werk zijn bij een baas, misschien die stap willen maken om te gaan ondernemen, of mensen die al ondernemen en een stap willen gaan maken om nog meer bezig te zijn met ondernemen. Welk advies geven jullie aan onze luisteraars? En ik begin even bij jou, Jaze. Eigenlijk heel simpel. Gewoon doen. Ja. Als je wat in je gedachten hebt en je hebt een bepaalde ambitie of je zit niet lekker op je plek. En dat hoeft ook niet per se te zijn ondernemen. Misschien zit er wel een persoon op zijn plek bij een werkgever waarvan die denkt, nee, ik wil toch bij een andere werkgever aan de slag. Gewoon doen. Stuur die brief. Of neem die stap. Doe iets. En de rest, dat zal volgen. En ondernemen of een stap zetten betekent ook niet altijd dat je direct hetgeen eruit haalt wat je verwacht. Maar de kunst is, na het doen, ook doorgaan. En als je dat doet, als je die twee elementen met elkaar, als je daaraan vasthoudt, dan ben ik van overtuigd dat het goed komt. Yes, dankjewel. En jij dan zo nog om af te sluiten? Ik denk zelf niet bang zijn om te vallen. Dat vind ik wel gewoon belangrijk als ondernemer. Maar ook consistentie. Je valt toch wel. Ja, je valt toch wel. Precies. Klopt. En je valt meer dan dat je opstaat. Maar dat opvallen, daar leer je heel veel van. Ja. En die zweepslagen zijn juist nodig om goed jezelf te kunnen positioneren in de markt. En meer kennis op te krikken. Maar ik denk dat wel echt een hele belangrijke is. En consistentie. Je gaat op een gegeven moment in een onderneming, als je een onderneming hebt, dan ga je een bepaalde grens bereiken. Dan zeg je, oké, en nu? Wat moet ik doen? Moet ik nou doorgaan of moet ik stoppen? Want er komen zoveel energie van verschillende kanten. En je weet niet meer wat je moet doen. Dan is dat de punt juist dat je succes gaat maken. Als je dat stukje overbrugt, dan weet je, nu heb ik de Eureka moment. Ja. Maar je moet dat wel kunnen bewust in zijn dat het moment zou moeten zijn. En doorgaan. En doorgaan. Dat is net echt als enorm belangrijk. Die meneer die aan het graven is op zoek naar goud in de goudmijn. Ja. En die graaft de hele tijd. En die stopt precies op het moment dat hij bijna bij de goudmijn is. Maar dus dat moment moet je doorgaan. Maar dat moment is heel stressvol, hè? Ja. Je moet daar mentaal wel echt mee kunnen misschien omgaan. Misschien is je geld op. Misschien heb je geen geduld meer. Zeker. En dat is die mentale gesteldheid. Dat het moment is of was, dat merk je ook vaak pas achteraf. Ja. Dus het is gewoon doorzetten. Ja. Het is gewoon doorzetten. Leuk. Ja. Fantastisch. Jullie gaan er sowieso komen. Jullie zijn er al, maar jullie gaan absoluut doorgroeien. We zijn er nog lang niet, want de ambities die we hebben. Nee. Jullie hebben een fantastisch bedrijf neergezet. Jullie gaan hard doorgroeien. De overheid die vraagt, de mensen die vragen, het is een hot topic. We hebben het hard nodig, die duurzame energie. Klopt. En jullie zijn wat dat betreft gewoon echt goed bezig, zowel personeelgebied als product, de kwaliteit en alles wat erbij komt kijken. Jullie zijn natuurlijk ook altijd op zoek naar mensen. Dus voor de mensen die luisteren, die graag part-time willen werken naast hun onderneming of misschien wel fulltime, waar kunnen die terecht? Ze kunnen op www.niata.nl terecht. Daar staat gewoon een categorie werken bij ons. Okay. En we zijn volop op zoek naar mensen, helemaal in de sales. Ja. En daar willen we zeker in opkrikken. We zitten lekker in hartje Utrecht. Ja. Qua vervoer is het lekker bereikbaar. We zijn een groeiend bedrijf. Dus ook heel veel mogelijkheden voor in de toekomst. Ja. En een jonge team. Ja, een jong team. Wel, een divers team. En gelijk 100 kp jaar salaris, toch? Ja. Als hij veel sales maakt. Variabel, hè? Precies. Ja, 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 als je genoeg verkoopt. Nee, maar daar zit wel echt. En het is ook gewoon leuk wat ik hoor van onze collega's. En je leert ook heel veel van. Dus, een stukje voldoening. Als jij bezig bent met het beter maken van de wereld in de vorm van duurzame energie. Zeker. Dan kan het ook veel voldoening geven. En yes, zeker. Je kan het dus zowel fulltime als parttime doen. Ja, correct. Nou, dus beste luisteraars, kijk vooral op niataenergie.com. Niata.nl. Ja. Kijk daar bij de vacatures. Ja. Volg Niata Energie ook op Instagram. Social. Mm-hmm. Socials. Ja. Volg ons ook vooral op YouTube. Abonneer je op YouTube, volg ons op Spotify, zodat jij als eerste op de hoogte bent van de nieuwe afleveringen die gepubliceerd worden. Voor nu zou ik zeggen, heren, dank jullie wel. Jij bedankt. Jij ook bedankt. Wellicht dat we over 10 jaar een deel 2 doen, waarbij die complete, complete duurzame oplossing een feit is. En dan kunnen we weer verder praten over wat jullie hebben geleerd de afgelopen 10 jaar. Dus dank jullie wel voor jullie tijd. Dank je wel. Wellicht tot de volgende keer. Yes, dank je wel. Graag gedaan.